Wel, het is in ieder geval zo dat veiligheid voor hun ook het civiele betekent, ook maatschappij, ook vredesopbouw. En België is helaas een van die landen die heel goed is in het opstarten van militaire operaties, maar wat er daarna gebeurt, daarvoor hebben onze regeringen veel minder aandacht. Dus dat betekent dat een goed budget voor vredesopbouw nodig is, een budget voor conflictpreventie ook. En als we zien dat in 2010 het budget voor conflictpreventie 20 miljoen euro was, dan is dat vandaag eigenlijk nog maar een fractie. Dus dat betekent dat onze regeringen te weinig investeren in maatschappijopbouw, in het opbouw van het internationaal recht, de rechtsstaat, mensenrechten. Dat zijn allemaal zaken die wij met Groen veel meer ter harte zouden willen nemen. België is lid nu van de VN-veiligheidsraad. Wij vragen dat er een brede visie op veiligheid wordt gehanteerd. Niet alleen het militaire, maar zeker ook het civiele. Alles wat gebeurt na een conflict, dat kan die mensen daar, dat kan die landen perspectief geven, veel meer dan militaire operaties alleen. Voor hun is het heel belangrijk dat militaire operaties gebeuren met een VN-mandaat. Dat betekent dat die operaties gedragen zijn door de volledige internationale gemeenschap. Het betekent ook dat er een brede invulling aangegeven wordt. Het civiele aspect van VN-operaties is extreem belangrijk. Wat gebeurt er na het conflict? Wat gebeurt er na de militaire operatie? En we zien dat de Belgische budgetten voor operaties geleid door de VN, dat die eigenlijk niet groot zijn. Andere landen doen het veel beter. België is momenteel actief in Mali, maar ook op vele andere fronten. Wij participeren ook aan Coalitions of the Willing. Terwijl VN-operaties hebben toch een draagvlak, hebben een groter draagvlak. Tegelijk is het belangrijk dat wij niet denken dat conflicten kunnen opgelost worden via militaire weg. Er is geen militaire quick fix voor conflicten. Wij zijn lid van de Veiligheidsraad. We hebben ook die traditie als België om diplomatie heel belangrijk te vinden, om te streven naar consensus. En wij vragen echt aan de regering dat wij die historische rol van ons land ook opnemen. Dus dat we geen land zijn dat in eerste lijn mee gaat bombarderen met de grote jongens, met de Amerikanen, met de Britten. Maar dat we onze rol als bruggenbouwer, als vredestichter ook waarmaken op internationaal niveau.